Op het plein in de Salkanplantsoen in Tilburg wordt een tent opgebouwd voor informatie over inbraken. Deze tent wordt in een wijk opgezet wanneer er een inbraak is geweest. Dit project is genomineerd voor de Hein Goedhoffprijs. René Dupont, een van de voorlichters, legt het project uit. Wij werken in opdracht van politie en de gemeente om na een inbraak de buurttent in te zetten om de mensen advies te geven en alert te maken op hun omgeving. Volgens René zijn de bewoners nu beter voorbereid. De mensen die alert zijn geworden, eventueel de hang- en sluitwerk vernieuwen. En daar kunnen nieuwe groepen ontstaan, zoals een WhatsApp-groep. De tent staat elke dinsdag en donderdagavond in een buurt waar ingebroken is.